Wordt Threads het Tinder van de content? Over welke reclames klaagden wij het meest online? En redt de natuur door online te shoppen met Nature Fund? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht, de podcast waarin Anna, Robert en Michiel je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Ontwikkelingen die bedrijven beter of efficiënter laten werken of misschien wel de eindgebruiker een optimale ervaring geven. Welke ontwikkelingen dat zijn, hoor je natuurlijk hier. Welkom bij Digitale Slagkracht. Yay, we zijn er. Aflevering 5, jongens, seizoen 4. We zijn er weer. We hebben natuurlijk hartstikke mooie items voorbereid. Maar voordat we al deze digitale ontwikkelingen bespreken, neem natuurlijk eerst even een kijkje in de keuken. In de digitale keuken van ons. Ja, nou, wij hadden vorige week donderdag hadden wij een hartstikke leuke sessie. Een interne sessie, dus eigenlijk voor al onze collega's. Okay. Samen met twee andere bureaus, namelijk SDIM uit Haarlem. Grote COCA data content bureau. Ja. En Neurofight. En Neurofight die doet heel veel op het gebied van gedragswetenschap. En we hadden eigenlijk een soort van interne kennisuitwisseling met allerlei hele interessante CO en CA trends en alles over AI. Heel goed. En het was een hele geslaagde sessie. En iedereen vond het ook ontzettend leuk. Het is echt heel leuk om ieder bureau had dan een praatje. We hadden iets over Larevel, SDIM over CO, CA trends en Neurofight over allerlei gedragswetenschappelijke dingen die je in je design kan verwerken. Het waren echt drie werelden die bij elkaar kwamen, eigenlijk. Ja, veel overlap. We konden veel van elkaar wat opsteken. Ja, dat is echt super interessant. En nog een kleine tip voor de mensen thuis. Ja. Billy Grace. Ik weet niet, Michiel, heb jij daar wel eens van gehoord? Het is een soort Billy Grace, een soort tool waarmee je... Een marketing tool, inderdaad. Waarmee je eigenlijk ook alle offline... laat ik het zo zeggen. Al je media-uitingen kun je dus eigenlijk beter traceren of je product beter gaat of niet. Dus je zet ook in, bijvoorbeeld stel je hebt een billboard ergens hangen. Dan kan het dus met Billy Grace kan je dus daarmee beter het soort van het pad traceren. Waardoor je dus eigenlijk meer inkomsten of juist minder inkomsten dus geeft. Heel veel attributie gaat het doen. Ja, precies. Dus het is inderdaad niet, want we zijn natuurlijk gewend met webshops of zo, dat je dat via Google Tag Manager of Analytics doet bijvoorbeeld. En Billy Grace doet het ook met andere uitingen. Dat is een behoorlijke claim. Ja, dus dat is een behoorlijke claim. Wat zij aan claimen. Het is gewoon meer een pad die je kan volgen. En het is natuurlijk altijd wel een soort van gokken, maar het maakt het wel inzichtelijker. Ja. Dus gratis tipje van SDIM, Billy Grace. Ja. Mooi, allemaal op basis van AI-attributie in kaart brengen. Ja. Oké. Lekker doormeten. Lekker doormeten. Dus jullie hadden een mooie sessie bij jullie op kantoor, jongens. Jullie zijn weer helemaal voorbereid en helemaal klaar. Ja. Absoluut. Hartstikke goed. Dan door naar de topics, jongens. Ja, ik noemde het al even, swipen voor content. Dus we gaan niet meer swipen voor dates, maar we gaan swipen voor content tegenwoordig. Dus niet liken, maar swipen. Threads introduceerde namelijk in maart al even heel klein de optie of de functie voor gebruikers om Threads trouwens, even het Twitter van Meta, of het X van Meta, moet ik beter zeggen. Is natuurlijk de grote concurrent van X, van Musk's zijn X. En die... hebben dus een nieuwe feature geïntroduceerd waarin je dus content kan swipen naar links of naar rechts. Of je het leuk vindt of niet. Naar links uiteraard, als je het niet leuk vindt. Naar rechts uiteraard, als je het wel leuk vond. En zo kan je dus veel beter of op die manier jouw feed gaan cureren, om het zo te zeggen. Ja. Een interessante manier in ieder geval. Want we kenden het natuurlijk allemaal van Twitter. 2012 kwamen zij op de markt en heel de wereld begon ineens van links naar rechts te swipen. Dus dat kennen we allemaal wel, dat gebaar, zeg maar, dus links-rechts. Wij kennen vooral, denk ik, van Twitter, van Instagram, van eigenlijk alle social media, vooral de like-knoppen. Dus of het nou een duimpje, een hartje en weet ik veel wat is. Hè, like, dislike heb je soms ook natuurlijk. Op sommige platformen heb je geen dislikes. Dat is ook nog een interessant iets. Maar even terug naar dat swipen. Want dat swipen is natuurlijk wel een interessant fenomeen. Dat is natuurlijk wel door Tinder geïntroduceerd als movement, als een, hoe zeg je dat? Heel snel vleeskeuren eigenlijk. Ja, maar het gaat even meer om de handeling. Het gaat om het swipen. Is dus inderdaad nou dat. En dat heeft dus, en ik wil dus even kijken naar wat is nou de psychologie achter dat swipen. Dus hebben los van dat Tinder, of los van dat Threads. En waar het dus om gaat in dit geval, is dus inderdaad wanneer de mens dus iets van rechts naar links ziet gaan,
Dan associeer je het vaker met iets negatiefs. En wanneer je iets van links naar rechts ziet gaan, dat associeer je dus naar rechts bewegend, dan associeer je dat vaker met positief. Dat heeft een paar oorzaken. Onder andere komt het ook uit de theaterwereld. Als jij op het podium namelijk mensen van rechts naar links ziet bewegen, dan associeer je die speler, die rol, die acteur, als een iets negatiever persoon. Als een iets negatiever. Het is allemaal heel onderbewust, hè? Niet dat je dat heel bewust zit te beseffen in die zaal. En van links naar rechts vaak een iets positievere indruk krijgt van die persoon. En dat heeft dan weer te maken ook met taal. Wij lezen natuurlijk en schrijven van links naar rechts. Nou, dus dat, daar hebben wij een positieve associatie met van links naar rechts. Ja. Dus daar komt dat onder andere vandaan. En nou zou je denken misschien, dat dacht ik in ieder geval, hoe zit dat dan met de Arabieren en misschien mensen die Hebreeuws spreken en schrijven? Want die gaan natuurlijk van rechts naar links. Naar links, ja. Die hebben precies de andersom associatie eigenlijk. Oh ja, dus, ja, dus dat is heel opmerkelijk. Ja. Dus inderdaad, dat is dus ook bewezen daarin. Dus dat ook inderdaad zij dus eigenlijk het op andersom die associatie hebben. Dus vanuit, toen dacht ik nog, ja, vanuit een UX-perspectief is het eigenlijk veel logischer als je Tinder, bijvoorbeeld in Israël, als je dus van rechts naar links zou swipen, als je dus iemand leuk zou vinden. Maar goed, dat is dus niet zo. Trouwens, dat heb ik ook even opgezocht. En hoe werkt dat in Japan dan? Goeie van vraag. Boven naar beneden, toch? Hebben die dan ook zoiets? Ja, gaan ze van boven naar beneden swipen. Nee, dat is goed. Ja, dat klopt. Ja, die blijven scrollen constant. Die gaan infinite loop. Ja, hoe werkt dat dan daar? Dat is een goede vraag. Maar wat interessant, Michiel. Ja, ik had Japan even er niet bij gepakt, maar dat is een goede. Nee, dat is een hele goede. Want Michiel, is dat onderzoek gebleken uit nadat dat soort platformen links en rechts swipen gingen gebruiken? Of is dat iets heel uit... ik ben wel benieuwd waar dit vandaan komt eigenlijk. Nou, dat theatervoorbeeld, dat bestond al. Dat had niks met Tinder te maken. Dus dat hele links-rechts verhaal bestond eigenlijk al. Dus de associatie met een positief of negatief gevoel, afhankelijk van dus de richting van content in dit geval. Even heel breed gezegd. Theater is ook content effectief. Dus die bestond al inderdaad. Ja, dus dat is. Ik dacht, dat is wel interessant. Dus ik dacht meer inderdaad in de trant van, nou, als andere landen het ook doen, moet je eigenlijk eerst naar de taal kijken en dan introduceren. Maar Tinder is daar natuurlijk niet zo mee bezig geweest. Ze dachten gewoon, we gaan naar links, we gaan naar rechts. Nee. Nou, dus denk je dat? Misschien hebben ze daar ook over nagedacht, hoor. Ik kan me voorstellen. Ja, wie dat weet, maar waarom zouden ook ze dan niet in Israël van rechts naar links hebben gedaan? Bijvoorbeeld, in een Arabisch land. Ja, dan misschien wisten ze niet dat ze zo groot zouden worden in één keer, boom. Zou kunnen. Misschien hebben ze al altijd heeft alleen iedereen maar al gasje. Nou, en weet je wat ik dus ook dacht? Ja. Laat ik zeggen, ik ben rechtshandig. Dus ik pak mijn telefoon. Als ik één hand heb gebruikt, dan heb ik gewoon in mijn rechterhand. En je gebruikt dus je duim daarvoor het meest. Ja. Dus misschien is naar links naar rechts is makkelijker naar rechts naar links. Neem je wel een aanname dat jij dus je telefoon met rechts gebruikt, omdat je rechtshandig bent? Ik gebruik mijn telefoon vaak met links namelijk. Ik ben rechtshandig. Terwijl je rechtshandig. Ja. Maar jij bent wel een uniek soort eigenlijk. Nou. Altijd wel. Ja, ik ken meer mensen die dit hebben. Omdat je dan met rechts of zo, dan hou je je dominante hand voor andere dingen of zo. Ik weet het niet. Maar je kan gewoon typen met links en zo. Dat is echt gewoon echt je dominante hand in je telefoon. Ja, het hangt er een beetje van. Maar ik zoom ook in mijn linkerzak. Zit hij ook altijd mijn telefoon? Oké. Ja. Dus ik trek hem ook altijd met links eruit. Dus ik check alles met links in principe. Ja, ik weet niet waarom. Maar dit is. Was dit ook niet met dat de manier waarop mensen, oudere mensen, een deurbel indrukken is met hun wijsvinger? Oh. En jongeren met hun duim? Of is dat gewoon een broodje aap? Oh, dat weet omdat ik jongeren niet. Dus altijd zo op die telefoon. Dus dat dan zitten ze zo, dan gaan ze die zo doen eerder op een. Ja, dat dus verandert ook door de. Ik weet het niet, maar dat kan me ergens wel goed voorstellen. Even terug naar Threads. Okay. Ja. Anders wordt het item veel te lang. Even kijken, nou, Threads, ik vind het oprecht eigenlijk een heel briljante implementatie, want we kennen het natuurlijk al van Tinder en het is een heel voor de hand liggende handeling, vind ik. Mm-hmm. Want hoe vaak op een platform, op Instagram of op YouTube, hoe vaak like je nou echt iets of hoe vaak ga je nou echt naar die opties en zegt dit is niks voor mij? Dat nee, doe je klopt. Niet. Dus nee, nu is het gewoon, je hebt content, dus of het nou een thread, weet je, een bepaalde discussie is en je zegt nee, dit is niks voor mij, hup, naar links, klaar. Ja. In plaats van grappig. Of naar rechts. En ik moet zeggen, het zal misschien een dat ze het toevallig bedacht hebben. Want ja, anders hadden ze het wel eerder. Iemand had dit wel gedaan, zou ik zeggen. Want het bestaat al 12 jaar. Dus misschien heeft gewoon een keer de stagiair geroepen. Misschien van links naar rechts? Weet niet? Ja. Probeer maar iets. Ja, en dat ze zeggen, fuck, dat is eigenlijk wel briljant. Ik denk oprecht dat het een briljant is.
naar links swipen betekent niet goed, naar rechts wel goed. Exact. Toch? Dat is, exact. Ja. Exact. Ja. Dus de handeling, ja. Ik heb het nog niet gezien. Dingen naar links bewegend, inderdaad, is negatiever, de negatieve associatie. Nee, ze hebben het in maart zijn ze beginnen uit te rollen, dus voor een beperkt aantal gebruikers. En ze zijn het nu steeds verder aan het uitrollen. Ik zit niet veel op Threads, dus ja, goed. Dus nee. Dat, ik heb het wel. Ik kom het dan niet tegen, natuurlijk. Nee. Maar nog even een klein wat een stukje stats. Inmiddels trouwens, dat is even overkoepelend Threads versus X. Nou, Threads heeft inmiddels namelijk al 150 miljoen gebruikers, vind ik veel, tegenover 600 van X. Vind ik Maar heel er zijn veel. Zoveel mensen inderdaad overgestapt. Niet normaal. Maar ik vind het echt wel opmerkelijk veel, want X bestond natuurlijk, je had gewoon Twitter, dat is gewoon dezelfde userbase. Ja, die hadden hem al. En ik vind het, Threads bestaat pas nu, wat, een half jaar? Ja. Maar ze gingen toch ook in het begin heel snel al naar die 100 miljoen, volgens mij. Ah, is dat het? Ja, volgens mij gingen ze echt na lancering, was het bijna gelijk of 80 miljoen. Kijk, het komt natuurlijk wel, de koppeling met Instagram is wel snel natuurlijk. Ja. Dus je kan heel snel switchen, dus dat hebben ze wel slim gedaan. Maar ik zie veel mensen inderdaad die niet op Twitter zitten, maar wel heel actief zijn op Instagram, dat ze heel makkelijk die threads aanmaken, omdat ze of daar nu posten, omdat die koppeling al is gemaakt. Exact. Ja, dus ze beginnen met uitrollen. Het komt jouw kant op. Ik vind het wel echt ik moet zeggen, ik vind het een slimme implementatie. Heel slim. Want disliken wordt dan een stuk prominenter, zo is veel makkelijker om je feed te managen. Ja, absoluut. Handig. Ja, dus dat houdt in de gaten. Leuk. En ik vond de UX, het verhaal achter links-rechts, vond ik heel interessant. Dus dat, absoluut. Ja, goede bijdrage. Ik zet dat er even bij. Dan volgende. Anna. Ik ga het hebben over het jaarverslag van de Stichting Reclamecode. Ik weet niet of jullie die stichting kennen. Ik kende het in ieder geval hiervoor niet. Maar het is een stichting die alle klachten behandelt die over reclameuitingen gaan. Dus als jij bijvoorbeeld ergens niet mee eens bent, of dat je vindt dat het niet oké is dat hier reclame over wordt gemaakt, dan kunnen mensen een aanklacht indienen bij Reclamecode als ze ergens niet mee eens zijn. Mm-hmm. En wat Reclamecode mee doet, die neemt dat allemaal op zich en die gaat dat dan beoordelen. Dus die zegt op een gegeven moment, die is dan wel. Die categoriseert ook alles waar dan de klacht over gaat. Mm-hmm. En op basis daarvan geeft ze dus bijvoorbeeld een advies mee aan een bedrijf of een stichting of iets dergelijks om wat ermee te gaan doen met het stuk reclame. Zij hebben dus een jaarverslag uitgebracht uit 2023. Dus ik ga jullie daar even meenemen in de klachten van de digitale communicatie van 2023. 2023 dus? Ja. 2023, dus vorig jaar. Ze hebben net een jaarverslag uitgebracht van waar die klachten over gaan. Ze hebben dus rond de 4800 klachten en meldingen gekregen over allerlei uitingen. Mm-hmm. Waarvan dus, waar moet ik het even goed zeggen? De meeste klachten gaat eigenlijk over is geuit in digitale communicatie. Want je kan ook klachten hebben over radio of televisies en dat soort dingen. De online ads, ja. En ik dacht dus, dat gaat vast wel over uitingen van influencers of weet ik veel wat er allemaal gewoon misleidende informatie. Ja. Maar in die zin klopt dat ook wel. Alleen gaan het niet over influencers, maar vooral over hun social media en online marketing. Nou, vertel. Wat kunnen we vinden? De eerste sowieso, want wat de reclamecode doet, die maakt een beslissing over, weet je wel, wat voor soort klacht het is. En het eerste topic is eigenlijk dat het oneerlijk is. Dus dat, oneerlijk. Het klopt niet, de informatie die je deelt, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Okay. De tweede is bijzondere reclamecodes. Vond ik ook heel erg opmerkelijk. Van er worden waarschijnlijk gewoon hele gekke codes gedeeld. Of die dan bijvoorbeeld helemaal niet kloppen als je die bij een webshop bijvoorbeeld gebruikt. Ah, soort kortingcodes van die redeemable dingen of zo. Ja, precies inderdaad. De derde gaat over subjectieve normen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon, dat is per persoon is dat natuurlijk super afhankelijk. Dus ze hebben dus ook een top 3 gemaakt van welke reclameuitingen krijgen dan de meeste klachten. Wat denken jullie dat het is? Als in het type reclame? Nee, gewoon welke stichting of bedrijf wat zouden jullie denken? Gaat het dan om online of? Gaat om online, ja. Specifiek online. Oh. Ja, het is heel breed hoor. Misschien dierenleed of zo? Dat soort dingen? Dat is een goeie, ja. Of misschien iets met
Wie is er nou online heel irritant? Politieke dingen of zo? Ja, of gewoon dat iemand die het gewoon... Want ik heb net gezegd, het is oneerlijk, zeg maar. Yvonne Koldewijn. Oh ja. Precies. Ja. Hoe noem je dat? Ja, maar die maakt niet echt reclame. Nee, maar dat kan misschien opgevat worden als... Nee, dat klopt. Nee, ja, dat snap ik inderdaad. Okay, nee. Nee, dat klopt. Nou. Nee, dan ben ik clueless. Nou, het nummer 1 staat Week van het Leven. En dat gaat over... Nou, toevallig ook weer over dat... de stichting vindt dat kinderen recht hebben of een ongeboren kind recht heeft op een leven. Ja. En daar gaan dus eigenlijk, dat is in 2003, is dat dus top 1 de klachten over geweest. Ja. En wat toen ben ik even gaan verdiepen met over, ja. Weet je, waar gaat die klachten dan over? Ja. Maar het blijkbaar communiceren dus zij op hun marketingcommunicatie, vertellen zij dingen die niet kloppen. Mm-hmm. Oh, dus ja? Daar gaan mensen dus klachten over indienen van oké, maar wat je hierover vertelt, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Misleidende informatie. Maar klopt het ook echt niet? Of wordt er gewoon over geklaagd dat het niet klopt? Het klopt wel, want de reclamecode heeft ook gezegd van... Oh nee, trouwens, dit moet even uit. Het klopt eigenlijk niet. Dus mensen zeggen dat het eigenlijk misleidende informatie is. Mm-hmm. En de reclamecode heeft wel gezegd, het is afwijzend. Dus deze klachten die over het Week van het Leven gezegd, dat klopt eigenlijk ook helemaal niet. Want dat is wat reclame doet. Maar die vertellen wel over de meeste klachten die ze hebben ingediend. Dus die klachten zijn ongegrond verklaard? Ja, ongegrond, omdat het te maken waarschijnlijk heeft met subjectieve normen. Ja, daardoor want ik wou dus zeggen, afgewezen. Want halve, ja, ik bedoel, als je tegen de filosofie bent van die stichting, dan ga je natuurlijk klachten indienen erover, toch? Ja, dus dan... dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ik vond het wel heel dus interessant. Dus deze is religieus zeg maar, getint, zeggen... neem ik aan. Wat zei je? Deze is religieus getint, of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Of, ja, okay. Dat kan, maar het kan ook feitelijk dat mensen, omdat er de meeste klachten over oneerlijkheid gaat, gaan dus mensen dus ook klachten indienen met feitelijk klopt dit niet. Ja. En dat is dus met het Week van het Leven is dat dus ook gebeurd. Dat zij dus... misschien hadden ze abortuscijfers opgeblazen of zo. Als in, er zijn wel 3 miljoen abortussen per dag. Volgens mij lieten ze beelden ze zien van als je 12 weken dan heeft hij dit al. Of dit al. En dan is het al naar de middelbare school geweest. Precies, en sommige mensen zeiden dat klopt helemaal niet. Maar volgens mij schijnt dat ook natuurlijk weer... Nou goed, dat is weer een heel ander verhaal. Of dat dan feitelijk wel of niet klopt en zo. Oké, maar ga verder. Wat hebben we nog meer? Kijk, de andere 2 en 3, dat is geen digitale communicatie. Maar dat is wel inderdaad wat je zei, wakkerdier. Dus dat gaat inderdaad over vlees eten en zo. Ah, dat is heel confronterend. Dus vinden mensen heel confronterend. Dat vinden natuurlijk. Mensen heel erg, precies. Ze vinden het heel heftig. Maar ook die is afgewezen. Dus dat eigenlijk ook gewoon klopt. Ja, ja. Ja, dus de mensen vinden het gewoon niet fijn om geconfronteerd te worden met wat ze eigenlijk met hun eigen gedrag. Nee, precies. Ja, dat inderdaad. Okay. En de derde staat op gendertwijfel. Kennen jullie dat? Sorry, wat? Ik wist helemaal niet. Gendertwijfel. Nee. Nee, dat is een stichting die dus eigenlijk kortom zegt dat het hele gender, of je nou wel of geen gender hebt, vinden zij dus een beetje verwarrend. Ze vinden het eigenlijk gewoon super verwarrend met waarom moet het allemaal met gewoon een man of een vrouw, klaar. Ja. Daar blijkbaar hebben ze dus ook een radiospot over gemaakt. En dat zij hebben een vrijblijvend advies meegekregen van al die klachten. Vrijblijvend advies. Okay, ja. Ja, ja. Nou. Precies. Maar, dus het zit allemaal wel in dit soort hoeken waar dan al die klachten over komen. Ja, precies. Maar ik vind het wel een soort van, ik zie dit soort dingen nooit. Of ik hoor het ook nooit op de radio. Hebben jullie wel eens iets gehoord waarvan je dacht, nou, ik vind het echt... deze reclameuiting vind ik niet oké, of... Nou, bijvoorbeeld, dat was niet zozeer online... maar dat was volgens mij wel ooit zo'n campagne van Zoet Supply... waarin een vrouw en een man... en die vrouw was dan heel schaars gekleed... en die hing dan zo half op een auto... en die vent die lag er zo'n beetje half bovenop. Ja, daar is heel veel kritiek op geweest, dat soort dingen. Oh, ja, ja. Maar dat was volgens mij print. Maar... Nou, je had dus nu natuurlijk wel... Dat is wel grappig, je had die ad van Apple... waarin zij dus een hele spectaculaire ad... dat ze alles samen drukte. Dat ze dan zeggen, dit kan allemaal in mijn iPad. Of zo, weet ik veel. Dit kan je allemaal met dat ding. Ja. En er was dus enorm veel gezeik over. Vooral uit Japan. Want die hebben een heel andere verbinding of connectie... met bijvoorbeeld muziekinstrumenten, dat soort dingen. Dat nemen zij heel hoog op. Zeiden, dit gaat niet. Dit kan je gewoon niet doen. Dit is gewoon allemaal gemaakt voor een bepaald doel. En jullie drukken het gewoon allemaal plat. Jullie vernietigen het allemaal. Allemaal maar voor een ad. Ja. Dus eigenlijk is dit
dit... Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee, inderdaad, dat klopt. Ja, ja dat mensen inderdaad... Maar ik vraag me wel inderdaad wat het verschil erin is. Want hier is er gewoon een stichting voor die gewoon al die klachten ontvangt en daar echt iets mee wat doet. Nou ja, en ze hebben de Apple heeft nu wel gezegd, ik ben klaar. Nou, de walen weg, sorry. Ja, hij was meteen weg, volgens mij na een dag al. Ja. Nee, klopt. Ja, die was inderdaad, die waren heel erg gechoqueerd van alle reacties en zo. Ja, dus jij wilt maar de commissie niet nodig. Nee, precies. Nee, is klaar. Nee. Ja. Maar ik denk wel inderdaad, waarschijnlijk door social media en zo, en dat artikelen meteen over gaan schrijven over inderdaad zo'n Apple reclame. Dat het dus heel snel... iets mee gedaan wordt of zo. Maar wat nou als er zo'n partij is die gewoon niet naar luistert? Ja, dan heb je waarschijnlijk wel deze stichting ervoor die dus daaraan kan bijdragen wat ze daarmee kunnen doen. Ja, adviezen en zo. Adviezen en beoordelingen. Maar en hebben ze dan wel eens echt iets van eruit gehaald? Dat ze, dat ze zeiden van nou, in 2003 was die ad. Nou, dat kon echt niet. Die hebben we meteen van de buis gehaald of van het internet, weet ik veel. Nee, want volgens mij is het allemaal heel vrijblijvend, zeg maar. Ze geven gewoon adviezen in mee van, oké, doe dit anders. En ze publiceren maar er zitten dus geen consequenties? Nee. Nul. Nee. Nooit. Nee. Ja. Nou, weet ik niet hoor. Volgens mij kunnen ze op een gegeven moment wel gewoon zeggen van, het is klaar. Ja, misschien kunnen ze wel. Maar, ja, dat kan. Maar ja. Goed. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt. Dan weten we weer waar we over geklaagd hebben in het leven. Precies. Ja. Dus als jullie nog wat klagen hebben, dan klagen bij reclamecode. Ja, dat is goed. Ja. Dankjewel, Anna. Robert, sluit hem af. Nou, ik kwam iets tegen en dat vond ik echt heel vet. En dat heet Nature Fund. En dat is eigenlijk een manier die ervoor zorgt dat jij en ik, wij hier aan deze tafel, kunnen bijdragen aan natuurbehoud zonder dat het ons geld kost. Nou, dat klinkt is, natuurlijk... Dit is goed. Dit klinkt goed. En dit is toen dacht ik, hoe zit dit nou precies? En wat eigenlijk Nature Fund doet, is die sluit eigenlijk allerlei online retailers aan. Dus webshops. Mm-hmm. Dus dan moet je denken aan Hema. Ze hebben een paar grote klanten. Hema, Oilily, dat kledingmerk. Oh ja. En wat ze eigenlijk doen is, op het moment dat jij als klant koopt bij Oilily, dan kun je dus aangeven, een deel van mijn aankoopbedrag, een percentage. En dan krijg je in beeld wat voor percentage dat is. Bijvoorbeeld 5% of 6%. Ja. Dat moet Oilily betalen aan Nature Fund. En Nature Fund die geeft daarvan 75% weer aan stichtingen en allerlei goede doelen die dus helpen met bijvoorbeeld het planten van bomen en natuurbehoud. En dat kan je dus afdwingen bij degene die je koopt. Ja, dus zij hebben 1500 retailers dus inmiddels aangesloten. En die 1500 retailers, die zeggen dus van, als onze klanten zeggen dat wij dat wij een deel van het aankoopbedrag aan Naturefund moeten storten, dan doen we dat. Nou, en het werkt dus ook, vond ik zelf, op een hele vette manier die ik echt nog nooit had gezien. Maar je moet als gebruiker dus een Naturefund Chrome extensie downloaden. Mm-hmm. Die zet je dan dus in je browser. Ja. Je gaat dus vervolgens googlen. En bijvoorbeeld je googelt op een broek of een zwembroek. Of, nou, dan krijg je dus shopping results natuurlijk. Ja. En alle retailers die dus zijn aangesloten bij Naturefund, dan zie je dus in die zoekresultaten dat het een partner is van Naturefund. Mm-hmm. Dan staat er een soort badge. Mm-hmm. Dan ga je dus naar bijvoorbeeld Oilily en dan zeg je, nou, hartstikke leuk, ik wil deze broek. Dan gaat die Chrome extensie, die gaat aan. En dan komt er een soort pop-up uit die Chrome extensie. En die zegt, hey, bij deze retailer kunnen we 5% van jouw aankoopbedrag investeren. Wil je dat? En dan klik je op ja. Nou, that's it. En op het moment dat je het dan koopt, dan wordt dus dat geld, dat percentage van jouw aankoop. Van je Chrome extensie weet hij dus van, oké, als je dit product aankoopt, dan moet dat goed komen. Dus die Chrome extensie die checkt die zoekresultaten. En in de zoekresultaten staat dus die badge. En dan weet je, oh, dit is een partner van Naturefund. Interessant. Ja, dus in de zoekresultaten staat het dan al? Ik dacht, heb ik onder de steen geleefd weer, jongens? Ja, waarom? Ik heb dit ook helemaal niet gezien. Maar hoe lang bestaat dit dan, Robert? Nee. Nou, het bestaat nog niet zo heel lang. Oké, dus die steen valt mee waar jij onder leeft. Klein steentje. Kiezeltje. Steentje. Ja, ik ging toen een beetje... Want je hebt... Dit is Naturefund, is een Nederlands initiatief. Ja, ja. Maar er zijn ook webbrowsers die dit ook helemaal doen. En eigenlijk wat je dan doet is, dan download je een browser. Mm-hmm. En het principe is ongeveer hetzelfde, maar je zoekt iets wat je wil kopen. En vervolgens zie je dus advertenties. Mm-hmm. En als je op die advertenties klikt, dan werkt het dus via advertenties. Dan betaalt die adverteerder aan die browser
En, en die browser die geeft vervolgens dat geld weer ook aan die stichting. Bijvoorbeeld Ecosia is zo'n browser. Dus ik heb dat ook even gecheckt. Ecosia, ja, dit is nieuw voor mij. Dit is een nieuwe, nieuwe term. Dit is een compleet nieuwe... En dat bestaat al... dat is in 2009 ooit gestart. Oh, Ecosia. Oh ja, ik snap hem. Ecosia, ja. Oh, wat leuk. En search engine, doen ze zelf ook... wat doet Nature Fund zelf? Zijn ze, houden zich met andere stichtingen mee die dus voor meer voor vergroening is? Of is het een beetje een greenwashing-achtige tool? Nee. Zij zijn eigenlijk de schakel tussen de retailer en ons. Mm-hmm. En jij en ik, de gebruiker, de iemand die iets koopt. Mm-hmm. Wat zij doen is, zij incasseren dus die commissies. Dus de Oilily en de HEMA, die maken dat percentage over naar Nature Fund. En Nature Fund, 25% houden ze zelf. Want ja, ze moeten zelf ontwikkelen. Moet ze willen uitbreiden. Ze moeten operationeel zijn. En 75% van die commissies gaat naar stichtingen die zijn aangesloten bij Nature Fund. En die selecteren zij gewoon. En dat zie je dan ook op hun website. Welke dat zijn en hoeveel bomen er zijn geplant en zo. En het is een Duits bedrijf trouwens, zie ik. Dat is leuk. Ik zie dat. Dat maakt mij niet zoveel uit. Nee, Nature Fund. Nature Fund. Het is heel slim dat ze als Chrome extensie trouwens gebruiken. Dat is ook wel echt top. Ja, ik vond vooral die integratie binnen Chrome heel grappig. Dat had ik nog nooit. Ik had dat echt nog nooit gezien. Dat vind ik echt onmerkelijk. Heel goed. En nu is het natuurlijk dus ook een soort van. En dit is wel interessant. Want nu het dus zo groot is, of groot genoeg is, gaan andere bedrijven dus nu ook denken. Ja, zij hebben het ook. Nu zijn wij de loser als ze het niet doen. Nou, precies. Daar komt het dan op een gegeven moment neer. Het is een soort sneeuwbaleffect. Dat je niet meer achter kan blijven. Nee, dat klopt. Maar exact. Dat bedoel ik dus een beetje ook met dat ook een soort van marketing op een gegeven moment is. Dat die na het. Dat je dan beter. Want je wil een soort green logo. Groen, ja. Ja, precies. Maar en dan dit is op geen greenwashing hebben zoveel dus. Nee, precies. Nee, klopt. Nee. Maar er gaat oprecht direct geld weg. Ja. Ja. En dat is wel interessant. En heel veel van die retailers, die online retailers, die zijn dus ook heel erg enthousiast. Omdat die hebben zoiets van, hiermee kunnen wij echt communiceren dat het is een oprecht initiatief. Dat is ook echt heel duidelijk. Ja. Dus het is ook voor de klant echt meteen duidelijk, wij doen iets goed. Dus het is... omdat die retailer zelf, die kan allerlei beloftes doen en zeggen van we gaan het in bomen steken. Maar dat is eigenlijk een beetje, dat zal wel, maar dat kan ook een vorm van greenwashing. Precies, zeg maar. Dat wekt heel snel die schijn van green. Terwijl als er dus een partij tussen zit, waarbij dat ook net zo goed kan, maar die dat wel heel duidelijk en open en transparant communiceert. Mm-hmm. Ja, dan hebben al die marketing managers van die retailers iets. Nou, hartstikke fijn. Ze hoeven er zelf natuurlijk allemaal niet zoveel voor te doen. Het is gewoon hup, geld overmaken en klaar. Perfect. Ze krijgen die badge. Ze kunnen het laten zien. Het werkt ook gewoon heel, heel simpel. Ja. Enige wat ik jammer vond, is dat je dus, ik betaal die commissie, maar in de checkout zie ik dat niet. Okay. Dus bij de HEMA bijvoorbeeld, had ik het even geprobeerd. Ja. En dan heb ik dus kennelijk, ik heb geklikt op is goed, 5% commissie. Maar in die checkout van HEMA zie ik dat dan... Dat extra 5% van dit betaalt HEMA, dat zie je nergens terug. Dat zie ik... Nee, maar dat zal nog een toekomstige integratie een zijn. Maar, of ik heb iets gemist. Maar of dat je gewoon vet erg vuurwerk te bestellen of zo. Ja, en dat klopt. Ze echt zaten van, hier gaan dit we... Kan dit kan, hier doen we niet aan mee. Nee. Geen vuurwerk. Zeg maar, je moet hier... We gaan niet hier geld aan groen geven, terwijl jij hier vuurwerk zit te kopen bij de HEMA. nee, dat... Oké. Dit is wel interessant, jongens. Dit is Het werkt super makkelijk. Ja. Installeer die extensie, probeer het eens. Het is echt, echt heel vet. En het werkt voor meerdere browsers? Volgens mij nu alleen Chrome, wat ik even zo zeg. Maar... Omdat het met die integratie met de setup heeft natuurlijk. Met de Search Engine Results page. Ja. Ja. Exactly. Okay. Yes. Oké, dat is wel een bijzonder leuke bijdrage. Bijzonder leuk voor de natuur. Bedankt jongens. Dan zijn we er weer rond, hè. We zijn er weer. Een aflevering waarin we keken naar bijvoorbeeld swipen op Threads. De natuur redden via Nature Fund natuurlijk. En online reclameklachten. Anna, Robert, bedankt voor jullie bijdrages. Bedankt voor deze geweldige introductie. Bedankt. Bedankt voor deze bijdrages. Ik bedank de luisteraar voor hun tijd, voor het kijken of voor het luisteren. En vergeet ons niet te volgen op Instagram via Digitale Slagkracht voor extra content. En dat was hem dan weer, jongens. Tot de volgende Digitale Slagkracht. Yes. Doei. Doei.